hoe goed hij dit ook doet, hè. Hier zat ik weer verkeerd. Het lijkt op een andere bocht, op een andere square die de andere kant op gaat. Oké, jongens. Op het circuit van Castelloli. Het is altijd een beetje spannend met dit soort auto's. We hebben eerst wat rondjes achter de pace car gedaan. Ik ken het circuit wel een beetje, maar ik ben dan ook weer niet zo goed dat ik dan meteen alle superlijnen en zo goed weet. Gelukkig zetten ze altijd wat pionnen neer, weet je wel, bij het rempoint, rempunt, zoals we in Nederland houden. De apex natuurlijk, deze kant op. En waar je zeg maar, de apex inderdaad moet raken. Dit kan echt harder, dit ging wel harder. Maar goed, indrukwekkend om met de nieuwe Audi RS Q8 Performance op het circuit te kunnen boenderen. Het is natuurlijk eigenlijk niet de auto ervoor en toch ook weer wel. Hè? Ze hebben natuurlijk die Nürburgring tijd scherper gezet. Ik zou willen zeggen dat ik hem uit mijn hoofd weet die tijd, maar dat weet ik niet. En ik ga nu ook niet op mijn telefoon kijken, want ik ben lekker circuit aan het rijden. Maar ja, wat meer power uit die B-Turbo V8 hè, met een hot V. En och, wat is het toch ook een snoepje. Dit is de meest krachtige Audi met een verbrandingsmotor ooit. We hebben natuurlijk de Audi e-tron, of RS e-tron GT die nog meer vermogen heeft. Maar hè, qua plofmotoren is dit het dan. Dat stamt er wel vandoor hoor. 640 pk, 850 Nm aan koppel. En natuurlijk, dit is een grote zware auto, maar het is ook wel weer indrukwekkend hoe die het doet. Lekker. Laat ik straks even de buitenkant laten zien, maar ik vind dit echt werkelijk een van de mooiste auto's ooit gemaakt. Echt veel mooier ook dan een Urus of iets dergelijks. Eigenlijk mooier dan een Cayenne, dat zijn natuurlijk de zustermodellen. Oh, deze bocht ook joh. Als je het hier toch verkeerd doet, kan je ook wel alle kanten op gaan. Maar ja, hey, het is een Audi Quattro, dus je hebt toch ook wel weer veel reserve. Dit is ook wel een goede specificatie hoor voor die Audi RS Q8. Facelift van de Audi Q8, SQ8, RS Q8. Nou ja, weet je, geen hele grote wijzigingen. Single frame geel is wat aangepast. Andere LED signatuur in de koplampen is ook aan te passen in het MMI systeem. Natuurlijk hartstikke mooi. Dit is een beetje mat carbon. Dat is overigens wel grappig. Er zijn overigens wat verschillen tussen de RS Q8 en de RS Q8 Performance daarin. Maar goed, dan moet je de configurator maar eventjes uitpluizen. Maar wat deze auto ook zo interessant maakt. Nou, één, die kleur die is gewoon wel goed. Het is een beetje rood metallic, maar niet helemaal brandweerrood, maar ook niet heel erg oranje. Ik vind het een interessante kleur. Zeker als de zon er wel en niet op schijnt, is er wel weer gaaf. Maar ik sta hier bij het wiel. Ja, dit is natuurlijk gewoon gigantisch. 23 inch, als ik die band aanraak trouwens, hij is gewoon lekker warm. Staat hier in de zon lekker te bakken. 2,95 breed, 23 inch. Maar deze velg ja, ziet er licht uit. Hè? Dit is ook een gegoten velg. En daar hebben ze ook weer ja, stukjes vanaf gedremeld, zou ik zeggen. Maar dat doen ze natuurlijk anders. Het is eigenlijk een hele lichte velg. 5 kilogram per velg scheelt dat ze dit hebben gedaan. En daarachter zie je de keramische remmen. Is een auto die dit wel verdient. RS Q8 Performance heeft dat ook standaard. Ik ga even spieken op mijn lijstje hoe groot die keramische remmen nou precies waren. 370 mm achter, 440 mm, 44 centimeter diameter voor. En als je kijkt naar die remklauwen, man, dat is echt groot. Heeft hij ook wel nodig. Is natuurlijk gewoon een hoop gewicht wat je meeneemt. 305 km per uur topsnelheid. De RS Q8 Performance heeft standaard die keramische remmen. Dat is wel interessant. Hè? Stel dat je denkt, nou, ik ga voor een RS Q8. Maar je specificeert dan toch een aantal zaken die op de Performance standaard zitten. Dan zit dat natuurlijk qua prijs natuurlijk allemaal wel heel dicht bij elkaar. En ook hier, de spiegelkappen is mat carbon. En daarachter, daar is eigenlijk ja, het partypiece. De nieuwe achterkant. Want wat is er nieuw? Ja, waar ga je het herkennen? Nou ja, eigenlijk een best wel veel dingen. Een nieuwe logo, dus hè, met dat rode dingetje ernaast. Hier, deze typeaanduidingscode in het zwart. En die achterlichten, dat is wel bijzonder. OLED technologie.
Wat een moeilijk woord, hè? Ja, het is natuurlijk toch heel bijzonder om dat in achterlichten toe te passen. De leveranciers van Audi zeiden van, joh, dat krijgen jullie helemaal niet voor elkaar. Maar daar zijn ze, geloof ik, meer dan 10 jaar mee bezig geweest om dat wel goed te krijgen. Het is wel heel erg mooi. Over in de zon is het heel apart, want dan reflecteert het een beetje zo dat je denkt, hey, zijn ze nou wel of niet aan, en of zijn ze allemaal aan? Ja, en ook hier kan je weer verschillende designs in selecteren in het MMI-systeem. Ja, weet je, dat doe je misschien een keer. En als je kinderen hebt, die vinden dat misschien wel gaaf om dat te doen. Maar weet je, het is toch mogelijk, dus waarom niet? Nieuwe diffuser, klein reflectortje hier. Ik vind deze een beetje gekunsteld, zeg maar, erin zitten. Maar ook daaraan aan te herkennen. En ook hier alles is weer mat carbon. Hè, dus net als op de voorkant. En die Audi-ringen, zeg maar, in het grijs. Dat is ook weer. En ze zijn platgeslagen tegenwoordig. Dat is eigenlijk feitelijk de nieuwe huisstijl die we al een tijdje hebben bij de Audi. Wat wel apart is. Audi gaat naar, zeg maar, een nieuwe naamgevingsstructuur. Dus de oneven modellen zijn auto's met verbrandingsmotor. De even nummers, dat zijn auto's met een elektromotor. Behalve deze RSQ8, want ja, die hadden we inmiddels natuurlijk nog. Er is ook een Q8 natuurlijk met elektromotor. Ja, deze is natuurlijk veel leuker. Ook, weet je wat wel lekker is, dit soort elementjes. Het is natuurlijk nep, het is eigenlijk geen roostertje. Maar het maakt dat die auto er gewoon wat breder uitziet. En ik moet zeggen, elke keer als ik naar een Audi, een Q8, een SQ8, een RSQ8 kijk, in gewoon een lekkere specificatie. Ik vind dit gewoon een van de mooiste SUV's die er op de markt is. Mag je het met mij oneens zijn, hoor? Laat het vooral weten in de reacties wat jij dan misschien mooi vindt. Ga mij niet om voor je of jij merkvoorkeuren hebt. Of dat je vindt dat een andere auto misschien beter rijdt of sneller is. Of meer elektrisch of meer plug-in hybrid. Maar gewoon vorm en hoe alles, zeg maar, tot stand komt. En ja, eigenlijk vanuit alle hoeken gewoon een lekkere auto. Dan rijdt die ook nog goed. Jeetje, waarom koopt niet iedereen gewoon een Audi RSQ8? Waarschijnlijk kosten, brandstofverbruik, onderhoud. Nou ja. Dat soort dingen. En misschien moet je wel elektrisch van de baas. Ja, en ik sta hier op het circuit. En daar hebben we natuurlijk ook gereden. Dus ik ga ook gewoon weer lekker door. Maar even een paar rondjes vlammen. Ook met een Audi RSQ8 kan dat dus gewoon op het circuit. Dan gaan we weer. Dus laat ons elke keer even door de pitstraat rijden. Om de snelheid toch een beetje omlaag te krijgen. Ik snap dat ook wel. Eigenlijk voor mijn eigen comfort. Dat je denkt van joh. Anders heb je zo'n lang rechtstuk. Met dit soort apparaten. Joh, dat gaat ook zo hard. Maar we hadden het over Quattro. Weet je, het is natuurlijk echt een geweldig apparaat. Ook eigenlijk hoe goed hij dit ook doet. Hier zat ik weer verkeerd. Het lijkt op een andere bocht of een andere square die de andere kant op gaat. Oh, weer grappig. Quattro in principe 60% naar achteren. Maar hij kan natuurlijk veel meer power ook nog naar voren. Maar ook naar achter gooien. Maar ik moet zeggen. We hebben niet zo speels als bijvoorbeeld een RS3 is. Hè, maar die heeft natuurlijk die torque splitter rear. Dit is wel gewoon zorgen dat alle power op het wegdek wordt gebracht zonder dat die per se, zeg maar, enorm aan het oversturen bijvoorbeeld bij de exit is. Ik denk dat dat op zich ook goed is. Dat is pas wel weer een beetje bij het Audi Quattro, zeg maar, gevoel. Alhoewel ze daar natuurlijk ook, zeg maar, langzaam andere dingen aan het doen en aan het zijn. Als je een beetje inremt, dan wil die wel torderen. Maar qua technologie, adaptieve luchtvering. Je hebt die actieve rolstabilisatie met 48 volt technologie. Dus je hebt van die elektromotoren die eigenlijk de twee helften van de stabilisator tegen elkaar in kunnen draaien. Ik weet niet uit mijn hoofd met hoeveel kilowatt dat kan. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Jullie geloven dat wel dat dat zo is. Maar dat betekent dat hij voor zo'n hoge auto echt veel minder overhelt dan je wellicht verwacht. Maar god, wat een apparaat, joh. Dit lachje zegt het misschien allemaal al wel. Zit ik hier met mijn helm op en mijn balaclava. Beetje van lul. Maar ja, hey. Ik heb me wel vermaakt. Dat dan weer wel. En dat is eigenlijk knap met zo'n grote SUV. Toch?